Weer hallo, hier weer een aflevering van Amateurvisser. Ik kon het natuurlijk niet laten. Ik ben dol op gadgets en ik ben dol op vissen. Dus ja, ik moest natuurlijk een fishfinder hebben. Alleen het probleem is, ik heb geen eigen boot. Helaas, nog niet. Dus ik vis voornamelijk vanaf de kant. Er zijn een aantal sonars te verkrijgen, fishfinders, om langs kant te vissen. En deze dieper is er één van. En het mooie is, deze bind je dus aan je hengel. Aan je haak of aan je lijn. Je gooit hem uit en dan zendt hij via Bluetooth zendt hij informatie naar je smartphone. Omtrent de diepte, het aantal vis dat er zit, de bodembegroeiing, de hardheid van de bodem. Allemaal dat soort zaken. Dus dat is natuurlijk wel super cool. Het werkt voor de iPhone en de iPad en ook voor Android devices. Je moet even checken of je telefoon compatible is met de Deeper. Maar dat kun je doen door de Deeper app te installeren vanuit de Play Store of de Google Play Store. En dan vertelt hij je vanzelf of je smartphone daar geschikt voor is. Het lijkt mij voornamelijk handig om te kijken hoe diep het ergens is, zodat ik weet ongeveer hoe diep ik moet vissen. En wat er ook goed op te zien is, zijn vaak scholen aasvis. Dat is meer, dat zal ik dadelijk laten zien. Ja, en waar de aasvis zit, daar zit de snoek ook meestal. Dus ik denk niet dat dit ding per se meer vis gaat vangen. En ik denk dat je ook nog goed moet kunnen vissen om steeds vis te vangen. Maar dit brengt je wel sneller op het goede pad, denk ik. Dus we gaan eens kijken wat er in de doos zit. Nou, zoals gezegd, voorop Deeper Fish Finder. QR-code die kun je scannen, dan installeert hij automatisch de app voor je. Aan de zijkant nog wat informatie over de app, wat je daar allemaal mee kunt. Daar zal ik dadelijk ook even op infocussen. Wat er allemaal in de doos zit. Nou, wat zit er allemaal in de doos? Even kijken. De Deeper Fish Finder natuurlijk. De wall adapter. De lader. Kan gewoon via USB. Een USB-charger van de auto, dat is dan wel weer netjes, want die zit er meestal niet bij. Kun je dus in de auto opladen. Een USB-kabel. Een mini-pouch. Nou ja, dat is gewoon een zakje waar dat ding in kunt doen als je meeneemt. En drie bevestigingspunten. Die bevestigingspunten zijn belangrijk. Er zitten in de Deeper zitten drie gaatjes waar je een schroefje in kunt draaien, waar je je lijn aan vastmaakt. En afhankelijk van hoe hoog je staat ten opzichte van de Deeper, moet je die ergens anders vastmaken. Alles dan, wanneer je hem naar binnen haalt, dan kantelt hij helemaal en dat wil je voorkomen. Dat zal ik daar nog even laten zien. Dus dat is de doos. Ziet er netjes uit. Net alsof ik een nieuwe smartphone heb gekocht. Lijkt het wel. Nou, de rest komen we dadelijk wel op. Ga ik hem nu even uitpakken. Heel even kijken naar de specs. Op de achterkant staat natuurlijk een hele lijst met specificaties. Ik zal het even voorlezen. Modelnummer niet belangrijk. 6,5 cm diameter heeft het ding. Weegt 100 gram. Dus dat betekent dat je de hengel waar je mee uitgooit ook 100 gram moet kunnen gooien. Of in ieder geval in die buurt. Het zal niet zo nauw komen. Connection via wireless Bluetooth. Range, dus de afstand waarop die signaal kan verzenden en ontvangen, is 50 meter. Dus niet verder dan dat. Maar dat is voor mij ver zat. 50 meter gooi ik toch nooit uit. Ik kan maximaal 40 meter diep. Ik zit een watertemperatuursensor in voor de oppervlaktewatertemperatuur. Let wel. Ik kan in Celsius, Fahrenheit en fathoms rapporteren. Hij werkt van min 20 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Er zit een 3,7 volt lithium polymer heroplaadbare batterij in. Power adapter. Een dual beam sonar. Dus twee beams, één brede en één smalle. Die brede die geeft een grotere oppervlakte. Scant die en die smalle die geeft wat meer detail over een kleine oppervlakte. Op frequenties van 290 kHz voor de smalle beam en 90 voor de brede. Oké, we zijn. Nou, moeten we nu even het zegeltje verbreken dat hier aan deze kant zit. Oké. Kunnen we hem zo openmaken. Nou, de verpakking is in ieder geval hartstikke goed. Het ziet er netjes uit. Het is net alsof je een smartphone gekocht hebt. Ja, niks op te zeggen. Mooi product.
Deeper Smart Fish Finder Kit. Oké, zwarte doos. Nu gaat die open. Maar hij moet hij er gewoon eruit schuiven. Ja. Stukje verpakking. Aha. Oké, dit is wel cool. En even kijken, wat zit erin? Nou, in ieder geval de wall charger. Dit is gewoon een USB charger. Dus je kunt elke USB oplader gebruiken. Dit is natuurlijk wel mooi dat er een specifiek voor het dieper logootje is. Maar verder is dit ding een universele adapter. Dus die zit erin. De oplader voor in de auto, de car charger. Dit is wel mooi, het is dual USB. Dus je kunt ook nog andere dingen opladen terwijl je je dieper oplaadt. En ja, weet je, dit, veel producten zitten er toch niet bij. Maar voor zo'n dieper is het natuurlijk hartstikke handig als je in de auto zit. En je kunt hem even opladen. Ja, vind ik mooi, positief. Even kijken. De mini pouch. Ah, kijk, je kunt hem ook zo eigenlijk aanhangen, is ook wel netjes. Een soort neopreen spul. Klein dingetje. Maar fijn dat hij erbij zit, want hij gaat natuurlijk, ik neem hem natuurlijk wel altijd mee. Een slokje koffie, jongens. Een verplichte USB-kabel. Mini-USB, zelfs als voor je smartphone. Tenzij je niet zo'n idioot Apple-apparaat hebt natuurlijk. Ja, dat. Boekjes. Oké, andere keer. En de dieper zelf. En hij is wel heel licht. Hij voelt heel licht aan. Terwijl de batterij toch erin zit al hoor. Dus ja, dit is hier is goed mee te werpen. Met een beetje stevige hengel kun je dit wel wegwerpen. Dat is geen enkel probleem. Staat op Deeper Fish Finder. Staan er 3 stickertjes. Hier staat Boat, Bridge en Shore. Als je vanaf de boot vist, maak je hem hier vast. Dat betekent dat als je hem binnensleept, dat de sonar, dat de lijn en de dieper in zo'n hoek staan, dat de sonar in ieder geval nog deze 2 puntjes naar beneden wijzen. Sta je op de brug, dan moet je hieraan vastmaken. Want anders dan, als je hem binnentrekt, dan gaat hij kantelen en heb je niet meer zo goed bereik. En zit je vanaf de shore, dus vanaf, gewoon vanaf de kant, dan moet je hem hieraan vastmaken. Ik denk dat je dit wel goed moet onthouden, want als ik die stickertjes eraf haal, dan staat het er niet meer op. Ik vis nooit vanaf de boot en ook nooit vanaf een brug eigenlijk. Dus voor mij is het makkelijk te onthouden de onderste. Maar ik kan me voorstellen dat je hier wel een aantekening van wilt maken, dat het daar waar je ze vast moet maken. En het idee is dus, je haalt dus deze stickers eraf. Kijk, en dit kun je eventueel nog... Stel voor dat je dit gewoon op de doos plakt. Yep. Mocht je het een keer vergeten, kun je altijd nog even snel checken. Hij voelt heel licht. Het is, hij voelt net zo zwaar als een tennisbal. Hij is iets kleiner dan een tennisbal. Hier zie je de 2 puntjes voor de sonar. Hier zijn schroefgaatjes. En hier staat waterproof. En deze 2 die moeten dan, deze bovenkant en binnenkant moeten hier bij elkaar komen, zodat er waterproof staat. Anders heb je natuurlijk een probleem. Je kunt hem tegen de klok in open draaien. En dan zie je dat dit is maar een plastic schil. Volgens mij kun je ook vervangen in een soort reflecterende kapjes. Maar ja, dat heb ik niet nodig. En hier zie je dan de binnenkant in een rubberen ring. Ziet er goed uit. Schroefdraad. En hier staat charge every 2 months. En dat moet je ook echt doen, want als je hem niet elke 2 maanden oplaadt, of regelmatig oplaadt, dan verliest de batterij haar kracht.
En dan kun je op een gegeven moment de batterij gaan vervangen, als dat überhaupt kan in dit ding, dat is nog maar de vraag. Dus charge every 2 months. Dus ook als je niet gaat vissen, hang hem af en toe aan de oplader, zet het in je agenda. Oké. Plakken we ook weer een andere sticker. Niet vergeten, elke 2 maanden opladen. Hier zie je een USB-aansluiting zit onder een rubber kapje. Ja, hier heb je gewoon de USB, de mini-USB-aansluiting of micro-USB, wat is het? Hetzelfde als je smartphone. Redelijk simpel. Hier zit ook nog een ledje. Dat zien jullie misschien niet, maar tussen dit pinnetje en dit kapje zit ook nog een ledje. En dan kun je zien hoe, of die opgeladen is. Als je dan met een natte vinger hieronder aan deze twee puntjes houdt, dan knippert die rood als die opgeladen is, geloof ik. Maar dat zal ik nog even checken. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Nou, op een gegeven moment schroef je hem natuurlijk weer in elkaar. Nou, dat is echt hartstikke super simpel. Even kijken. Moet je natuurlijk wel die waterproof bij elkaar krijgen. Anders dan lukt dat niet. Even kijken. Ja. Waterproof weer bij elkaar. Kan er geen water in komen. Hartstikke fijn. Dus dit onderste gaatje, dat was voor de shore. Zoals ik zei, deze was boot, deze was bridge. Er zitten drie oogjes bij, dat is aan zich wel netjes. Vaak zit er maar één oogje bij en dan ben je natuurlijk meteen kwijt. En die schroef je hierin. Tjum, 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 tjum. Dan wil je wel zeker weten dat die vast zit. Niet dat die dat je uitwerpt en dat ding vliegt 200 meter ver weg en dan ben je je dieper kwijt. Kost toch 250 euro, 220 euro zo'n ding. Dus het is niet heel goedkoop. Nou, mijn is het vast. En in principe kan ik hier dus nu mee gaan vissen. Ik ga hem even aan de oplader hangen. En dan eens kijken wat er dan gebeurt. En dan laat ik jullie de app zien. En ongeveer hoe dat werkt. Zo moet het werken in het water. En ik ga er natuurlijk nog een keer mee naar het water toe. Om te kijken wat dat, of het werkt. Hè? Dat is natuurlijk ook altijd de vraag. Maar zo qua unboxing, het ding voelt goed. Je moet hem niet gaan uitwerpen met een dun spinnerhengeltje, dat is wel duidelijk. Maar je kunt hem rustig uitwerpen met een hengel van, ik denk zo'n 60 tot 80 gram. En zwaarder kun je die echt wel, ja, moet je hem kunnen werpen, denk ik. Dat is niet zo'n probleem. Nou, ik heb hem nu even in de charger gestoken en de USB-kabel aangesloten op de dieper. Het zien jullie misschien, kijk, zien jullie dat? Ja, hij knippert nu rood. En zodra die stopt met knipperen, dan is die helemaal opgeladen. Dus kan wel even een aantal uur duren. Dus je kunt niet meteen gaan vissen als je het ding gekocht hebt. Eerst opladen, dat is wel aan te raden. Even kijken of het er nog in de user manual staat. Charging. Oh, hier staat only use the charger provided with the deeper. Dus gebruik geen andere oplader dan alleen die wat in de doos zit bij de deeper. Je moet hem ook niet aan de oplader laten hangen terwijl hij al vol is. Dan kan de levensduur van de batterij verkorten. Do not leave the device charging unattended. Ja, ik ga er niet blij blijven zitten. Hoor. En je moet hem ook niet gebruiken als er rook of een gekke geur uit de diepe komt. Nou, dat lijkt me ook wel. Hè? Even kijken. Battery kan ongeveer 300 keer opgeladen worden. En als je de batterij wil vervangen, moet die teruggestuurd worden voor service. Dus dat is wel een reden om dat ook te doen. Dat 2 maanden ligt te opladen. Nou ja, hij staat er lekker te knipperen. En, misschien kun ik jullie iets van de app laten zien. Dus ga eens kijken. Nou, dan gaan we eens de Deeper Fish Finder app. Die heb ik nu gedownload vanaf de Play Store. Dus dit icoontje hier. Ik ga eens even aantikken. Ponk. Searching. In het zoeken van Deeper. Even de autofocus van de camera uitzetten. Dat is ook helemaal gek.
Ah, a Deeper with name Deeper 336C has been found. Let op dat hij hem alleen vindt op het moment dat hij aan de oplader hangt. De enige andere manier waarin dat ding, wanneer dat ding zich inschakelt, is als hij in het water ligt. Dus als je denkt van. Als je denkt van ik ga hem proberen en hij vindt hem niet, hang hem aan de oplader of gooi hem in het water. Even de settings. Nou, Deeper 386C. Even klikken. En dan zegt hij pairing. Dan gaat hij dus een Bluetooth pairing uitvoeren. Waardoor die pairingcode. Nou, pairingcode hoef je niks meer te doen. Je kunt gewoon pair klikken. En daar is die. De Deeper is gepaird. Oké. Okay. Connected. Oh, hij gaat meteen de Deeper updaten. Dat is een nieuwe softwareversie beschikbaar blijkbaar. Dus dat is wel mooi. Dat doet hij via je smartphone en je Bluetooth connectie. Lach joh. Dan zie je een beetje de reflectie van de camera en kijken. Even kijken of ik dat uit kan zetten. Castle. Oké, hij is nog steeds aan het updaten. Oeh, even scherp stellen, jongens. Oké, Deeper zegt nu dat hij in het opladen is. En je ziet hier in het icoontje, zie je het Bluetooth icoontje. En je ziet ook de batterij is 80% van het Deeper. En ik kan nu natuurlijk niet laten zien hoe die werkt, omdat ik hem nu niet in het water heb geflikkerd natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Zo. Ja, dit is dus de Deeper app. En hij is dus nu gepaard met mijn Deeper device. Alleen die ligt niet in het water, dus ik kan moeilijk iets laten zien. Dus wat ik jullie eerst wil laten zien is een demo. Dat hebben wij in de settings. En dan zeg ik run simulation. En je ziet dat hij nu de bodem is aan het scannen. En dan komt er een alarmpje, want we zien de eerste vis. Die zit op 6,7 meter. En dan zit zo te zien nog veel meer vis tussen de 4 en de 7 meter. De bodem is denk ik vrij hard. Ik zie geen begroeiing op deze bodem. Maar dat kan ook zijn omdat hij in de white mode staat. Dus dat hij iets minder nauwkeurig scant. Maar wel een groter gebied pakt. Hierboven zie je de diepte waar je op dat moment op bevindt. En je ziet dat hij nu in het rood staat. Hij zit op 1,8 meter. 2 meter diepte, hè. Je moet vanaf de rechterkant, gaat dus naar links. Ja, dan kun je een alarm op instellen, want het kan zijn dat je met de boot niet zo ondiep kunt varen. Dan krijg je in ieder geval een alarm dat de diepte een beetje aan de lage kant is. De watertemperatuur staat er ook bij, dat is wel de oppervlakte watertemperatuur, want dat ding kan natuurlijk niet op verschillende dieptes meten. Dus daar moet je even rekening mee houden. Daar vindt u weer een aantal vis. Simulation speed, die gaat nu 2 keer zo snel dan normaal, maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Voor demonstratie is dat voldoende. Je kunt natuurlijk niet zien welke vis er zit. Al is een school aasvis wel goed te herkennen op het moment dat je hem op de smalle beam zet. Misschien komt er daar ook nog een gedeelte een voorbeeld van. Volgens mij wel. Even kijken. Ja, zit hij op 7,3. Vindt hij weer wat vis. Behoorlijk wat vis. Dat is wel grappig. Ik ben benieuwd of het ook in de praktijk zo werkt. Maar de demo is natuurlijk altijd echt mooi om te laten zien. Nou, dat was een korte unboxing en een hele korte review over de Deeper Fish Finder en de bijbehorende app.
In het bijwonende blogartikel zal ik iets verder ingaan op de technische details en de werking van het apparaat. Dus mocht je er meer over willen weten nog, dan check even www.amateurvisser.nl en daar vind je het blogartikel behorende bij deze video. Vond je het een leuke video? Klik dan op het duimpje omhoog of abonneer je op het kanaal van amateurvisser.nl.